Ja. Wauw. Wauw. Dat laat niet zijn de verbeelding over, hè? Nou, nee, dat moet ook niet. Oh, wat vind jij hiervan? Ja, vreselijk. Ik voel me er lekker in, dus dan loop ik er ook in. Hè? Ja, en die trek jij gewoon aan overdag? Daar loop ik gewoon overdag mee. Het moet wel natuurlijk een beetje warmer zijn als vandaag, ja. Natuurlijk. Maar dan krijg je ook commentaar van mensen, toch? Nou ja, de meesten zijn natuurlijk allemaal mannelijk, hè? Die vinden het allemaal leuk, hè? Ja? Ja, die mannen vinden het allemaal prima, hè? Ja, er zijn er bij die fluiten. Bij die dus achter mijn reet aan lopen. Ja, dat kan jij niet geloven. Nee, echt niet. Je bent 62, toch? Ik ben 62 van leeftijd, maar van gevoel 26. Mag je het omdraaien? Je kan je buik ook zien. Ja. Dit is nog bedekt. Want, normaal? Oh, normaal is het wat bloter, maar... Ik ben 2 maanden geleden moeder geworden, dus dan is mijn buikje nog een beetje... Wat een benodigde. Ja, serieus? Ja. Ik ben even in shock. Nee. Nee, het was voor mij ook een reuze verrassing. Ik was op de boot bij een kennis en ik viel flauw. En die kennis had zelf een tijdje geleden een tier gehad. Dus die dacht in eerste instantie dat ik een tier had. Ik kom in het ziekenhuis aan en daar hebben ze me onderzocht. En toen zei ze, nou mevrouw, er is niets met uw hart aan de hand. Er is niets met uw hoofd aan de hand. Dat komt gewoon door uw zwangerschap. De verrassing van je leven? Ja, de verrassing van mijn leven. 3 februari werd ik moeder van een zoontje. Dat was wel 9 weken te vroeg geboren. Maar... ja, ik ben er heel blij mee. Oh, lievertje, wat doe je jezelf toch aan? Ja, dan. Wat doe je jezelf nou toch aan, schat? Hou eens op met die gekkigheid. Je kan gewoon lip lezen. Ik kan zien waar het uit is gekomen. Draai eens om. Oh. Ja, ik kan wel huilen. Ben je altijd zo vroeger geweest met kleding? Ja. Ja, van kleins af aan. Ik hield van uitdagen en dat is het bij mij ook. Uitdagen vind ik prachtig, flirten vind ik prachtig. Kun je wel voorstellen dat mensen het heftig vinden als ze jou zien? Dat kan ik me voorstellen, maar daar trek ik me niks van aan. Nee. Ja, je kan niet meer met de naveltruitjes gaan. Ja, nou, hier loop ik dus net zo goed in het centrum meer rond als op het strand. En dan... Wat vind jij? Want jij zit steeds te kijken zo van, ja, dit... Ik ben het gewend bij haar. En dit is voor haar dan, als ik zeg, wil je je wat netter kleden, is dit voor haar wat netter. Als je voor de spiegel staat, hè, jij denkt niet dat als jij dit aan hebt van, nou, nee, dit kan niet meer. Ja, nee, dat klopt. Ja, maar dat is niet goed. Jouw zelfbeeld is volgens mij helemaal is verwoest door mensen. Daar heb je wel eerlijk, daar heb je wel gelijk in, ja. Ja. Je moet nu gewoon voor jezelf kiezen. Je moet straks voor die spiegel staan naast me. Staat een nieuwe Inge, gaat een nieuwe weg in. Er zijn mensen die je nodig hebben. Dus nu moet je wakker worden. Ophouden hiermee. Geloof me. Doe ik, beloof het je. En dan komt het helemaal goed. Komt goed, schat.